welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe favoriete video. Ik heb laatst een full face met mijn favoriete make-up video gepost. En die video ging heel goed. Jullie vonden het echt heel leuk. Ik was in shock. Ik had niet verwacht dat hij het zo goed zou gaan doen. Dus dat liet mij weten dat jullie houden van favoriete make-up video's. Dus daarom ben ik weer bij jullie terug met weer zo'n soort video. Alleen vandaag ga ik mijn oude favoriete make-up gebruiken. Dus make-up producten die ik vroeger echt super vaak gebruikte. En echt mijn faves waren, maar nu niet echt meer gebruik voor verschillende reasons. Meestal is het gewoon omdat het gewoon oud is en er steeds weer nieuwe producten komen en ik die weer moet gebruiken voor hier op mijn kanaal. Ik kan moeilijk elke keer in mijn video's dezelfde producten gebruiken, dus dat is waarom ik altijd heel vaak afwissel. Maar een heleboel producten gebruik ik gewoon nog als ik geen video's maak, gewoon in mijn everyday life. En een heleboel producten heb ik echt al een hele lange tijd niet meer gebruikt, dus ik ben benieuwd of ik ze ook nu nog goed ga vinden, want het kan zijn dat ik ze nu niet meer zo goed vind of whatever. Dus dat is wat we vandaag gaan doen, een full face met oude favoriete make-up. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik heb nog helemaal niks op mijn gezicht behalve dagcrème. En ik heb mijn wenkies gedaan en that's it. Ik ga vandaag beginnen met de ogen. Want er is een oogschaduwpaletje die ik al een lange tijd niet heb gebruikt. Terwijl het echt letterlijk mijn everyday paletje was. En dat is het Girl Power paletje van Queen Tarsi. Dit paletje is zoals je kunt zien echt heel vaak gebruikt. Het heeft de ideale kleuren voor elke soort look. Voor echt een soft glam look, maar ook een everyday look. En altijd als ik gewoon ging voor mijn everyday look, pakte ik dit paletje erbij. Want het heeft gewoon de perfecte neutrale kleuren. En als ik toch wilde gaan voor iets van een pop van kleur, had ik ook nog deze groene kleuren of deze beetje roze kleur. Dus dit is echt een supergoed paletje. En niet alleen door de kleuren, maar ook de kwaliteit is echt top notch. Dit is echt een van mijn beste paletjes. Hij is ook niet te groot, niet te klein. Ook ideaal voor op reis, door een grote spiegel. Dus ik vind dit echt een top paletje. Maar ik heb hem de afgelopen tijd al heel lang niet meer gebruikt, omdat ik de laatste tijd niet echt meer oogschaduw opdoe in mijn everyday looks. Maar ik dacht, ik wil hem weer gaan gebruiken. Ik weet zeker dat ik hem gewoon nog goed vind, want hij is ook gewoon echt goed. Dus ik ga hiermee gewoon een mooie look maken. Ik ga gewoon de look maken die ik hier altijd mee maakte. Dus daarmee gaan we beginnen. Dus laten we inzoomen op de ogen. Mensen, dit oog is een beetje opgezwollen. Ik heb problemen met wimperlijm. Welke wimperlijm ik ook gebruik, mijn wimperrand wordt heel de tijd zo opgezwollen en geïrriteerd. En dat is niet echt handig als beautyvlogger, waarin ik me elke dag moet opmaken en elke dag nep wimpers opdoe. Maar whatever, we struggelen gewoon door. Ik ga eerst even mijn ogen primen met deze Essence Oogschaduw Primer. Ik ga beginnen met deze lichtere bruine matte kleur. Die heet Fearless. En die gaat in mijn hele arcade oog. Deze kleur is echt heel mooi. Het is een hele unieke kleur. Ik weet, het is gewoon bruin. Maar het is een hele unieke bruine kleur. Die ik niet heel vaak terugzie in paletjes. En hij is echt perfect voor mijn huidskleur. Dan pak ik deze matte kleur hier. Die heet No Limit. En die gaat dan ook in mijn arcade oog. Hiermee maak ik het ietsje donkerder. Dit wordt echt gewoon de cliché ooglook die ik altijd maak. Het is makkelijk en het is snel en het is mooi. Dan ga ik in met deze donkerbruine matte kleur. Die heet Equality. En die breng ik aan in de buitenste ooghoek. Ook deze kleur is heel mooi. Weet je wat ik zo mooi vind aan deze bruine kleuren? Het zijn perfecte neutrale bruine kleuren. Ze zijn niet warm en niet te koud. Gewoon precies in het midden. Echt perfect neutraal. En dat is echt heel erg mooi. Dan ga ik even een halve cut crease maken met concealer. Dan pak ik deze bruine kleur. Die heet Game Changer. Mooi glanzend. En daarmee ga ik over de hele cut crease. Ook dit is een prachtige neutrale kleur. Kijk, zoals je kunt zien, super neutrale look. Je kunt ook iets van een pop van kleur een beetje nog erbij doen. Maar ik vind het gewoon zo neutraal mooi. En dan ga ik alle drie de matte kleuren die ik heb gebruikt ook aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan als laatste ga ik in met deze lichte glanzende kleur. Die heet Independent. En die gaat zo hier in de binnenste ooghoek. Heel mooi zoals je kunt zien. I love it. Echt een hele mooie, gewoon mooie, makkelijke, soft glam ooglook. Fantastisch paletje. Oké, dan eyeliner. Een van de eyeliners die ik vroeger echt continu gebruikte was de NYX Liquid Eyeliner. Maar sinds ze zijn veranderd naar deze iets grotere verpakking is de formule ook een beetje veranderd. En vind ik hem niet meer zo goed. Hij is een beetje plakkeriger geworden en niet meer zo mooi, makkelijk en mat als hoe het was. Dus dat vind ik wel jammer. Ik heb hier gewoon de kleur black. Maar ik ga hem gewoon nou alsnog gebruiken. Kijk, hij is super droopy, zeg maar. Heel zo plakkerig. Zo was hij eerst niet. Dit ging perfect. Ondanks dat de formule toch een beetje is veranderd, is hij nog wel echt, echt heel fijn. Ik zou hem ook nog gewoon zeker wel aanraden. Hij bracht heel mooi aan. Hij maakt ook altijd zo'n perfecte scherpe punt. Zoals je kunt zien.
I love it. Goede eyeliner. Dan een mascara. Eén mascara die ik al gebruik vanaf het begin van mijn kanaal. En ik heb hem nu al een tijdje niet gebruikt. Maar het is nog steeds een van mijn faves. En dat is de groene Essence Lash Princess Mascara. Als je me al volgt vanaf het begin van mijn kanaal, 4 jaar geleden. Dan heb je deze echt heel vaak gezien. Dit was echt altijd mijn go-to mascara. Dit is ook al echt de 100ste die ik heb gehaald. Deze zijn echt heel fijn. En ik vind hem nog steeds echt heel fijn. Dan wimpers. Deze wimpers waren altijd mijn fave, maar ik ben er bewust mee gestopt. En dat zijn Miami wimpers van Lily Lashes. Ook weer, als je mij volgt vanaf het begin van mijn kanaal, ik had altijd mooie mink lashes. Ik haalde ze ook altijd bij AliExpress voor like 2 euro, echte mink lashes. Ik had altijd echt de mooiste wimpers ever. Deze waren ook echt een van mijn faves, wel een beetje duur, maar wel echt een van mijn faves. Maar na een aantal jaren heb ik de beslissing genomen om geen mink lashes meer te gebruiken. Want echte mink, ik kom dus van het dier mink. En die dieren worden letterlijk tot aan bloedens toe leeg geplukt. Ze plukken hun haartjes voor deze neppe wimpers. Het is letterlijk marteling voor die dieren. Alleen maar zodat wij mooie mink lashes kunnen hebben. Dus daarom ben ik er dus een aantal jaar geleden mee gestopt. Maar ik heb nog wel deze wimpers. Die ga ik ook gewoon nog opmaken, want ik heb ze. Dus ja, het is zonde om ze weg te doen. Maar dit waren dus een van mijn faves. Tot de dag van vandaag vind ik ze echt prachtig en vind ik ze echt heel mooi. Maar puur om het feit dat het mink is, gebruik ik ze dus niet echt meer. Maar goed, deze ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Wimpers zitten erop. Nou ga ik beginnen aan het gezicht en ik ga mijn gezicht primen. Die wimperlijn plakt af en toe vast aan mijn onderste wimpers. Dat is zo irritant. Ik ga mijn gezicht primen met de Clarins SOS primer. Dit is ook echt een oldie but a goodie. Dit is echt een hele, hele fijne glanzende primer. En tot de dag van vandaag vind ik hem ook echt fijn. Ik heb hem alleen al een hele lange tijd niet gebruikt. Terwijl ik hem eerst echt elke dag gebruikte. Kijk, het is zo parelmoerachtig. Zie je dit? En dit geeft echt de mooiste glow aan je gezicht. Het brengt wit aan. Het ging gewoon in mijn mond. Het brengt zo wittig aan, maar het geeft echt zo een parelmoerachtige glow aan je gezicht. Zie je dit? Het is heel mooi en het is ook een beetje plakkerig, waardoor je make-up er ook goed aan vast blijft plakken. I love it. Echt een goed product. Kijk deze glans. En dan als je ingaat met een foundation met lichte dekking, dan komt deze glans er helemaal zo doorheen. Het is echt heel mooi. I love it. En het ruikt heerlijk. Zeep. Naar lekker ruikende zeep. Dat is de beste manier dat ik het kan beschrijven. Dan een foundation die ik echt bijna elke dag gebruikte. Hij is ook bijna op. Dat is de NYX Born to Glow Foundation. Ik vind deze zo, zo fijn. Zo mooi. Een mooie medium tot volledige dekking. Een mooie glans. Hij blijft goed zitten. Glanzende foundations blijven niet altijd goed zitten, maar deze wel. En hij heeft ook best wel wat dekking van een glanzende foundation. Meestal hebben die niet zoveel dekking. Deze wel. Ik heb de kleur Neutral Buff. Ik maak bijna nooit een foundation op. Dus dat deze al bijna op is, zegt echt heel veel. Deze is ook heel mooi in combinatie met deze primer. Heel mooi glowy allemaal. En de kleur is echt perfect. Echt een perfecte kleur. Kijk. Echt een perfecte match met mij. Kijk hoe mooi mijn gezicht straalt. Dan concealer. Ook een concealer die ik ook echt bijna elke dag gebruikte. Want het is een hele goede everyday concealer. Dat is deze Clinique Concealer. De Even Better Clinique Concealer. Deze hebben jullie vast ook gezien in mijn video's als je mij toen al volgde. Ik heb de kleur WN38. En deze samen met de foundation is echt geweldig. Deze foundation is ook echt één van mijn faves. Maar de kleur is een beetje licht. Dus hij matcht nu niet met mijn huidskleur. Vandaar dat ik hem al even niet heb gebruikt. Maar de concealer wel. Je hebt ook hier een spons die ik nooit gebruik, maar oké. Het heeft een hele mooie, beetje medium dekking. En het is gewoon een hele mooie everyday concealer. De kleur is een beetje donker, zoals je kunt zien. Normaal ga ik voor een iets lichtere concealer. Maar ook dat maakt het weer meer geschikt voor everyday. En dat vind ik gewoon heel fijn. Je kunt hem ook echt totaal niet zien zitten. Echt fantastisch. En de applicator is ook fijn. Zo lekker klein. Tot nu toe vind ik eigenlijk alles gewoon nog steeds goed. Oké, dan poeder. Een poeder die ik vroeger echt heel, heel vaak gebruikte is de Elf Halo Glow Poeder. Echt, bijna alles nou op mijn gezicht is glanzend, inclusief de poeder. Het is gewoon toevallig. Maar goed, ik hoop niet dat mijn gezicht nou te glanzend gaat worden. But we will see. De Halo Glow Poeder is een hele, hele fijne glanzende poeder. Hij is niet heel glanzend. Het maakt wel een beetje mat, maar het heeft een hele lichte soort van glans er doorheen. En dat is gewoon heel mooi en heel fresh. Normaal combineer ik dit niet met al een glowy concealer en foundation. Maar ja, dat is gewoon vandaag hoe het loopt. Dus we gaan gewoon en kijken of het werkt. Deze is echt heel fijn en heel betaalbaar. Je hebt hem ook in de matte versie. Die had ik ook meegenomen naar Marokko. Mijn laatste tripje naar Marokko. En daar heb ik hem ook echt gebruikt. En die maakt ook echt mat. Dus deze poeders van Elf, die doen echt wat ze moeten doen. Deze heeft ook echt een beetje een glans. En die andere is ook echt mat. Dus als je een vettige huid hebt, zou ik ook zeker die matte aanraden.
Maar ik heb een droge huid. Vandaar dat ik hem niet heel vaak gebruik. Maar ik dacht, ja, ik ga naar Marokko. Het was letterlijk 48 graden. Dus daarom leek het mij wel handig om die mee te nemen. En hij werkte ook gewoon echt goed. Ja, dit is echt mooi. Het is allemaal niet te glanzend, godzijdank. Kijk hoe mooi. Het heeft ook echt een beetje hier zo verlicht. Zie je dat? Heel fresh. Ik ga heel even mijn neus contouren. Ik gebruik mijn NYX contourpaletje. Dit paletje gebruik ik ook al echt vanaf het begin of van mijn kanaal. Maar ik gebruik hem nu nog. Dus dit is niet echt iets ouds wat ik niet meer gebruik ofzo. Maar qua contouren heb ik niks. Dus ja, ik ga in met deze kleur hier. Dan is het tijd om mijn gezicht te bronzen. Ik hou altijd van echt een goede bronzer. Als je me al lang volgt, gaat dit waarschijnlijk geen verrassing zijn voor jou. Maar een bronzer die ik echt letterlijk, en ik overdrijf niet, elke dag gebruikte, was MAC Give Me Sun. Zoals je kunt zien, hij is echt vaak gebruikt. Deze was eigenlijk zo bollig, zeg maar. En hij is nou helemaal plat, omdat hij zo vaak is gebruikt. Het is zo'n mooie, warme kleur. Echt prachtig. Vooral op mijn huidskleur. Dus deze had ik ooit een aantal jaar geleden gehaald. Vanaf de dag dat ik hem gebruikte, gebruikte ik hem zeker een jaar of zo. Echt elke dag. Super, super fijne bronzer. En ik heb hem nou al eventjes niet meer gebruikt. Maar ik weet gewoon dat ik hem nog geweldig vind. Want dit is gewoon echt een goed product. Kijk even deze kleur, hoe mooi warm. Echt fantastisch. En hij is mat, maar hij heeft echt een mini klein beetje glans erdoorheen. Maar het is echt heel minimaal. Maar je kunt wel een klein beetje zien. En dat is heel mooi. Dat geeft je ook weer een mooie fresh look. Ik weet nog, er was een tijd dat iedereen dit als bronzer gebruikte. Officieel is het gewoon een poeder. Het is niet per se een bronzer. Maar ik weet nog dat letterlijk iedereen deze als bronzer gebruikte. Goeie oude tijden. Dan heb ik ook een blush die ik echt dood heb gebruikt. En dat is de Milani Baked Blush in de kleur Luminoso. Ook dit was een blush die echt hyped up was. Iedereen gebruikte deze blush. Het is ook een dupe van de Too Faced Peach Blush. Echt letterlijk. Dit is een hele mooie glanzende blush. Ik ga hem gewoon aanbrengen, want dan kunnen jullie hem zien. Ik had hem al heel lang niet meer gebruikt. En een paar dagen geleden heb ik hem weer één keer gebruikt. En ik had weer iets van, oeh, deze moet ik echt weer gaan gebruiken. Ik herinner me weer waarom ik hem zo mooi vond. Kijk dit. Het is een hele mooie beetje peachy-achtige roze kleur. Het is een perfecte combinatie van roze en peachy. En het heeft een heel klein beetje glans. Niet te veel. Het is echt een van de mooiste blushes tot aan de dag van vandaag. Hij is ook gewoon nog te koop. Kijk hoe mooi. Echt fantastisch. Dan is het tijd voor highlighter. Tegenwoordig gebruik ik niet echt meer heel veel highlighter. Maar ik weet nog dat ik vroeger, net als de rest van ons, echt mijn eigen helemaal verdronk in highlighter. Echt, highlighter was echt gewoon mijn go-to make-up product. Een van de highlighters die ik toevallig gewoon had gehaald bij de Kruidvat Random. En toen ik hem aanbracht helemaal in shock was, was de Catrice Modern Glow Highlighter. Weten jullie nog? Ik had nog gevlogd dat ik hem had gehaald. En ik was helemaal impressed. Ik heb hem jullie ook destijds 100 keer aangeraden. Iedereen vond ook dat deze bloem leek op een spin. Dit is echt een hele mooie kleur. Ik heb de kleur 030 Beyond Golden Glow. Echt een fantastische highlighter. Heel goedkoop, maar heel heftig. En hij smelt helemaal in de huid. Alsof hij echt super luxe is. Kijk. Kijk even hoe mooi. Fantastisch. Ik sta echt versteld van het feit dat ik deze al zo lang niet meer heb gebruikt. Zo mooi, jongens. Echt, ik ontdek vandaag echt weer producten waarvan ik denk, ja, deze ga ik echt gewoon weer gebruiken. I love it. Oké, dan de lippen. Ik had echt een hele lange tijd een go-to bruine nude lip combo. Wat echt de perfecte nude lip combo was voor mij. Natuurlijk een lippotloodje van Morphe in de kleur Sweet Tea. Dat weten jullie. En deze Pixi Matte Liquid Lipstick in de kleur Pash Nude. Dit was in samenwerking met Mariam Maquillage of zoiets. Ik weet niet hoe je haar naam uitspreekt. Maar dit is zo'n perfecte nude. Ik weet nog dat ik in die tijd gewoon geen goede nude kon vinden totdat ik deze vond. Deze is echt prachtig. En het is echt een hele goede formule. Het blijft echt de hele dag gewoon echt goed zitten. Dus deze lip combo heb ik echt al heel lang niet meer gebruikt. Dus ik ben weer enthousiast om hem te gebruiken. Is dit perfect of is dit perfect? Voor mijn huidskleur, want op elke huidskleur is een nude kleur een andere kleur. Maar voor mijn huidskleur, als je een beetje een medium gele ondertoon huidskleur hebt als ik, gaat dit echt geweldig zijn. Kijk hoe mooi. Wauw. Nou, dan fixing spray. Ik heb niet echt een fixing spray die ik vroeger echt vaak gebruikte ofzo. Dus ik ga gewoon in met mijn Morphe fixing spray. En dan zijn we klaar. Jongens, ik vond het leuker om deze video te maken dan verwacht. Ik ben zo blij met deze make-up look. Kijk hoe mooi alles is. Er zat letterlijk niks bij waarvan ik echt denk van, ik vind het nu ook echt slecht. Ik had het ook niet per se verwacht. Ik had wel van tevoren verwacht dat ik alles nog wel gewoon goed zou vinden. En ja, dat was ook gewoon echt het geval. Zelfs de eyeliner, waarvan de formule
een beetje is veranderd. En wat ik niet fijn vind, is alsnog goed. Dus alles wat ik vandaag heb gebruikt, raad ik gewoon aan. Dus ga lekker shoppen. I love it. Ik zet ook alles wat ik vandaag heb gebruikt beneden in de beschrijving. Dan is het gewoon allemaal makkelijk te vinden voor jullie. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!